Dit is de officiële podcast van ADO Den Haag. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, naar ADO willen kijken. En dat is exact waar wij het over gaan hebben in deze podcast. Direct na het laatste fluitsignaal bij iedere thuiswedstrijd geven wij vanuit Skybox 421 een nabeschouwing van de wedstrijd en een voorbeschouwing voor de volgende. Met iedere keer weer leuke Haagse clubhelden. Veel luisterplezier en als je het leuk vond, vergeet ons dan vooral niet te delen. We gaan beginnen. Ja, een hele goede avond hier vanuit het Bingo Stadion. Alberto, ik zie jou glimmen, lachen. Ja, begrijp ik, maat. Ik heb toch weer de avond van mijn leven gehad. 2-1 gewonnen. Spanning. Spanning. Ja, even met de poepert moeten knijpen, maar ja, gelukkig die ontlading dan. Hè. De puntjes blijven hier. Ja. Ja, jij kwam laat binnen, want jij schijnt uit de kleedkamer te zijn gekomen. Ja, niet onze kleedkamer, maar van Top Os. Jij bent in de kleedkamer van Top Os geweest. Ja, vanwege mijn medische achtergrond natuurlijk. Er waren wat spelers en er waren er te veel om behandeld te worden voor de arts van hunzelf. Dus ik werd erbij geroepen. Duizeligheid, misselijkheid. Je bent gaan helpen daar. Ja, en ik ben erachter gekomen ook hoe het kwam. Wat was er aan de hand? Nou, ik heb dat zelf ook wel als ik in een museum ben en ik zie Escher dingen. En ik ga daarna zitten kijken. Dan word ik een beetje duizelig of een beetje misselijk. Dus ik heb ze verteld waar het al lag. Ik zeg, probeer je op één vlak of wit vlak te concentreren, dan is het weg. Dus dat heb ik dan gezegd. Dus een hele goede keuze, deze shirts. Want het maakt je tegenstanders duizelig, dus... Er moet niks anders meer. Alle dagen moeten ze deze aan. Top Os was zwaar ontregeld. Ja, misselijk ook en duizelig ook. Dat komt door die shirts. Nou, hartstikke mooi. Goed dat je daar ingesprongen bent. Ja. Want, nou, dat is misschien een mooi bruggetje naar onze eerste gast. Ik denk, jij vraagt op zeker, wat is jouw medische achtergrond dan? Ik laat eens even horen wat jij daar doet. Nou, ik heb het slagersvak onderwijs gedaan, dus ik weet precies hoe alles in elkaar zit. Nee, heel goed. Ja. Nou, mooi. Marcel Westerdiep, van harte welkom in de podcast. Jij bent van het Escher Paleis, moet je dan zeggen. Escher in het Paleis is dan officieel eigenlijk de naam. Klopt, dat is de naam, ja. Van harte welkom. Je bent daar de general manager. We gaan met jou natuurlijk uitgebreid praten over Escher. Een bijzondere relatie met ADO. Het mooie shirt en natuurlijk het jubileum van jullie. En ook Jort van der Zanden, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ik zei al even, onze nieuwe aanwinst. Alberto, die ging meteen, die corrigeerde mij. Vaste waarde, natuurlijk. Ja, we zijn heel erg blij met jouw komst. Volgens mij hebben we je vorig jaar enorm gemist. En ben je dit jaar een van de puzzelstukjes die we nodig hadden. Ja. Van harte gefeliciteerd met de mooie overwinning. Ja, dankjewel. Goed om te horen. Die waardering allemaal. Ja, hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Ja, nou ja, ik denk inderdaad dat de eerste helft, zoals het al aangegeven werd, dat we ze een beetje duizelig speelden en dat zij er niet aan te pas komen. Alleen, je ziet dan toch zijn tweede helft, die verloopt dan heel anders dan zijn eerste helft. En misschien was het inderdaad het advies wat gegeven werd. Alleen, je ziet wel dat zij wat anders zijn gaan spelen en wat andere dingen gaan doen. En dan zie je toch dat wij daar niet heel adequaat op reageerden. Waardoor zij in het begin er wat beter in kwamen. Alleen, op een gegeven moment nemen we dat wel weer een beetje de overhand. En dat resulteert dan in zo'n rode kaart. En dan is het eigenlijk... wachten of hopen dat hij nog valt. En gelukkig was dat geval. Gaat dan op een gegeven moment bij 1-0. Er was even zo'n fase dat je al voelde van... Oh jee. Dan schiet ook even Telstar door je hoofd. Dan denk je, daar hadden we nog 4-5 opgelegde kansen. Valt toch die 1-1. Schiet dat ook dan toch ook ergens door de spelers, door jullie zelf, dat het door je hoofd schiet? Van laten we uitkijken dat hij niet die 1-1 erin vliegt. Nou ja, het was in alle opzichten natuurlijk wel een wedstrijd die heel erg te vergelijken was met Telstar. En of die wedstrijd in je achterhoofd zit, dat weet ik niet. Maar het zijn natuurlijk wel twee wedstrijden die veel op elkaar lijken. En juist in die wedstrijden moet je waken voor zo'n 1-1. En die valt dan op een hele ongelukkige manier. Want verder vond ik niet dat zij echt opgelegde kansen hadden. Eigenlijk net na rust één mogelijkheid. En ja, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. En dat zo'n bal er dan inwaait, dat is eigenlijk een beetje het doemscenario in die tweede helft. Maar ik denk dat we daarna wel weer goed op hebben gepakt. Alleen het is inderdaad wel even zo'n wedstrijd waarvan je denkt van zo, er is geen veldje aan de lucht. 1-0 voor, wachten op de tweede en dat je eigenlijk de wedstrijd zo eindigt. Het is leuk voor de spanning, maar dat was niet nodig geweest. Nee. Marcel, jij bent natuurlijk, je hebt een professioneel, een artistiek oog. Je hebt kennis van kunst uiteraard. Kijk je dan ook met nog een iets ander oog naar zo'n wedstrijd? Van wie valt jou op? Wat zijn bijzondere of artistieke spelers bijvoorbeeld?
Nou ja, je let automatisch, maar ik denk dat elke voetballiefhebber dat doet. Je kijkt dan wel naar schoonheid van het spel. Ja. En wat me gewoon heel erg opviel, dat hoe bijna alle passen die jullie naar elkaar hebben gemaakt, fantastisch aan zijn gekomen. Dus dat vond ik echt wel heel opvallend. Ja, voor je goede wedstrijd, heb je ervan genoten? Ja. Ja, ik heb er zeker van genoten. Het is natuurlijk ook voor ons heel erg fijn dat Ader gewonnen heeft in het shirt wat de ere van de 125 verjaardag is gemaakt. Maar ja, ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ja, ja, wat goed. Was dat voor jou, Jort, hoe was het om in dat bijzondere shirt, in een uniek shirt te spelen, eenmalig? Ik begreep ook van Ado dat toen het shirt online kwam om het te verkopen, toen lag echt letterlijk de site ongeveer plat. Er waren op een gegeven moment 1000 pogingen per minuut werden er gedaan om eigenlijk bij dat shirt te komen. Dus dat was echt een run op dat bijzondere shirt. Hoe was het om erin te spelen? Ja, het is dan wel weer even zo'n een andere sfeer zo rondom die shirtjes. Je krijgt nog wat mee van, nou ja, je mag ze absoluut niet weggeven. En nou, daar stonden geen namen op bedrukt en verder ook geen sponsor te zien. Dus dat is altijd wel iets bijzonders. Alsof je een bijzondere wedstrijd met zo'n bijzonder shirt. Maar dat is eigenlijk maar heel kort dat je denkt van, oh ja, een ander shirt. En inderdaad, online krijg je al wat mee en je krijgt al vaak wat berichtjes op social media van, het zou fijn zijn als ik het shirt zou mogen hebben na de wedstrijd. En ja, dat soort dingen. Dan denk je, dat mag bijna nooit. Dus, dus dat zal nu ook wel niet mogen. Dus dat werd al aangegeven. Maar ja, het is verder. Kijk, je kijkt vaak. Het is fijn dat je allemaal dezelfde kleur aan hebt, zodat je elkaar in kan spelen goed. Goed vandaag hoorde ik zelfs. Dus. Maar verder is een shirt, helaas moet ik dat zeggen. Ja, dat valt, als het fluitsignaal geklonken is, valt het allemaal niet zo meer op. Nee, het was een bijzondere week. Je hebt nu de punten gepakt, hele mooie punten. Maar jij bent ook kersvers international geworden voor Bonaire. Hoe is dat gegaan? Dat is wel een bijzonder verhaal. Ik heb daar gewoond van mijn 2 tot mijn 7. Dus een beetje de eerste bewuste jaren van je leven. En in die tussentijd nog wel een paar keer terug geweest en nog wel binding met het eiland gehad. Alleen het idee dat ik voor het nationale elftal daaruit zou kunnen komen, dat is eigenlijk er heel lang niet geweest. Dat ik dacht van er zullen bepaalde regels zijn waaraan ik niet voldoe. Alleen. Ja, toen kreeg ik deze zomer eigenlijk te horen nadat ik toevallig ook in een podcast had aangegeven van over het eiland dat ik daar gewoond had. En is volgens mij de vraag gesteld of ik daaruit mocht komen. Destijds had ik volgens mij ook gezegd van volgens mij is dat niet mogelijk omdat ik daar niet geboren ben en geen familie heb die daar geboren is, dus mijn ouders niet. Toen kreeg ik drie kwart jaar later een berichtje op Facebook van we hebben je podcast geluisterd en dat er wel een mogelijkheid is om uit te komen voor Bonaire. En ja, eigenlijk was dat meteen dat ik dacht van zo, dat zou echt fantastisch zijn op het moment dat gaat lukken. En dat duurt dan nog wel even voordat het helemaal rond is. Want de bondscoach moet ook komen kijken misschien. Van joh, word ik opgeroepen of hoe gaat dat? Nou ja, ik ben volgens mij de eerste profspeler die uit zal komen voor het eiland. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ze niet echt mij bekeken hebben. Maar meer dachten van op welk niveau acteert hij. Die moeten we erbij hebben. Ja, ik denk dat ze daar wel blind naar gekeken hebben, ja. Maar dat is wel iets, ik moet er nog helemaal gaan ervaren hoe inderdaad dat niveau is en hoe het daar beleefd wordt. Alleen, ik heb er wel ontzettend veel zin in. Geweldig, dat betekent ook één deze dagen vlieg je dan naar het eiland toe, want jullie spelen voor de CONCACAF, geloof ik heet dat, Nations League. Ja. En dan speel je tegen Anquila. Ja. Thuis? Ja, thuis, ja. En dan ga je ook een soort van in trainingskamp? Of hoe ziet dat eruit, dat programma? Dat wordt voor mij ook nog enigszins een verrassing, maar ik vlieg morgen en dan kom ik ook, als het goed is, plaatselijke tijd ook morgen aan. Oké. En dan zit ik daar in een hotel of een resortachtig iets met inderdaad volgens mij alle spelers die vanuit het buitenland komen. En dan krijg ik dan nog een planning te horen, want dat is nog niet, of misschien in de tussentijd al wel bekend, maar ja, verder weet ik nog niet precies wat het wat het idee is. Nou, fantastisch avontuur, joh. Ja, ja, is het een avontuur of is het gewoon lekker even eruit? het is wel een avontuur. Het is ook wel iets waar ik nog wel binding mee heb met het eiland. Dus het is niet dat ik dacht, oh ja, daar heb ik gewoond en dan ga ik even een weekje op vakantie. Ja.
Ik ga daar ook wel echt het avontuur aan. En je wil dan natuurlijk ook wel gewoon presteren. Je blijft natuurlijk gewoon topsporter. Ja. Alleen ja, het is wel mooi als je inderdaad daar alle Caribische eilandjes die een nationale ploeg hebben, dat je daar nog komt. En toch nog een klein stukje van de wereld ontdekken. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Nou, ik vind het verdiend. Ja, absoluut. Ja, toch? Ja, zeker. Toen ze mij belden ook, weet je wat. Heb bond. Jij positief... ik zou meteen eens gaan. Of was jij dat op Facebook die gezegd heeft? Ja, ze gaan het wel regelen. Hey, komt hij dan aan? Dan kennen ze hem niet. We weten allemaal, alle luisteraars van de ADE-podcast weten dat Alberto elke training samen met een aantal andere heren op het zogenaamde strontpad staat. Alberto is er altijd, petje op, elke training is hij er. Hoedje. Tegenwoordig. Ja, ik hoor hem ook regelmatig schelden. Oh, ja. Was iemand anders. Ja. Maar we gaan toch even de kennis, de ADO-kennis van Alberto testen. Oh, want, dan ben ik gauw klaar. Nou, want Alberto, is er ooit wel eens een eerste divisieclub geweest die 5 internationals in de geledingen heeft? 5 internationals in de eerste divisie. Nou, in één team. Zoals jij de vraag stelt, zal dat wel niet. Ik weet het antwoord niet zeker. Oh. Ik denk het haast niet. Maar weet jij welke 5 spelers van ADO nu één deze dagen, Jort vertrekt morgen, gewoon vertrekken als international voor een interland? Welke 5 spelers? Ja, ik heb het allemaal geweten, maat. Op dit moment, Asante. Hè? Asante, precies. Asante voor Jong Oranje. Die gaat spelen tegen Jong Georgië en Gibraltar. Ik zou het even niet weten, maat. Weet jij het, Jort? Paris, Rafael. Rafael Struik voor Indonesië. Okay, ja. Die gaat tegen Brunei, 2 keer tegen Brunei spelen voor het WK 2026. Ja. Dorazo Klas, Suriname. Ja, klopt. Ja. Coach is trouwens Aaron Winter en die speelt tegen Haiti en Grenade. Oh, ook leuk. Ja. Kilian. Kilian de Kema, Burkina Faso. Oefeninterland tegen Guinea. Hebben we er toch 5? Ja, dan en ik. Precies, dan hebben ze. Ja, dat is ongelooflijk. Heb je 5 internationals in de ADO-selectie? Ja, dat is normaal gesproken. Ben je een Champions League ploeg als je zoveel internationals aflevert. Ja. Hartstikke leuk. Nou, dat zeg jij nou. Maar zoals met 11-tal van de week, doen we het ook goed. Staan we ook iedere keer in met ADO in de 11-tal van de week. Dus ja, dit seizoen begint wel een feestje te worden, denk ik. Ja. Weet je wel? Ja, over feestjes gesproken, Marcel. Hoe kwam die bijzondere samenwerking tussen ADO en het Escher-paleis tot stand? Hoe is dat gegaan? Gaat dat verder terug? Of is dat rondom de 25 jaar? Het is eigenlijk vrij recent inderdaad. Robin die kwam gewoon, die belde van hey joh, ik ben van ADO. En we hebben allebei een liefde voor de stad. Kunnen we eens met elkaar praten om te kijken wat voor mooie dingen we samen kunnen doen. En zoals het heel erg snel gaat tussen mensen die gewoon een toffe klik hebben. Ja, als je iets wil bereiken dan lukt dat. En ik heb toen wel gezegd, het is wel heel mooi als we elkaar ook op inhoudelijk vlak kunnen vinden. En dan ga je praten. En dan heb je over, zijn er eigenlijk overeenkomsten met kunst en sport? En die zijn er. Alles wat op hoog niveau wordt gedaan, dat kenmerkt zich door doorzettingsvermogen, slijpen in de vorm van trainen, zeg maar, steeds preciezer worden en gewoon passie. Zeg maar, je kan niet elke dag op het veld staan en trainen als je geen passie hebt voor het voetbal. Je wordt geen kunstenaar als je geen passie hebt, als je niet een verhaal wilt vertellen. Dat is waar je energie vandaan haalt. En dan merk je ook op heel hoog niveau, dan merk je dat iedereen eigenlijk ook wel met elkaar kan praten. En dan vind ik het juist heel erg leuk om daarover te vertellen van, hey, hoe werkt dat nou met kunstenaars? En kan je die passie, wat je voelt voor het voetbal, kan je eigenlijk ook wel terugvinden in kunst. Kunst wordt vaak ook wel een beetje weggezet van op een gegeven moment, het is een groen vlak op een witte bal. Ja, nou, dat kan, zeg maar. Je hoeft niet alles leuk te vinden. Nee. Maar op het moment dat je verhalen hoort, als je weet wat erachter zit, zoals jij bijvoorbeeld ook naar training gaat kijken, als je weet hoe een kunstenaar gepassioneerd met iets bezig is, en als je de uitkomst ziet, ja, dat is echt ontzettend mooi om naar te kijken. Net zoals als je naar een mooie wedstrijd ook, als alles bij elkaar komt, ja, heb je een fantastische avond. Ja, dus jullie gingen om tafel. Er was een klik. Er was een gevoel voor Den Haag. Want jij woont en woont hier ook al heel lang in het Haagse. Dus je hebt veel. Je hebt een kantoor. Ja, prachtig. Natuurlijk op het Voorhout. Hè, daar. Ja. Daar is het paleis natuurlijk. En hoe kwamen jullie vervolgens tot de stap om te zeggen van, nou, hoe gaan we dat concretiseren, die samenwerking? Ja, het is ook hoe je kijkt naar de stad waar je bezig bent, zeg maar. En daar heb je een grote liefde voor. En als je ook hoort wat ADO
dat doet in de breedte voor de stad, zeg maar. Met allerlei initiatieven voor allerlei soorten mensen die in onze stad wonen. En wij doen dat ook. En dan ga je toch eens praten van, hey, jullie hebben jeugdleden. En wij vinden het heel erg, juist met Escher, zeg maar 28% van onze bezoekers is jonger dan 27 jaar. Dat is enorm hoog voor een kunstmuseum. En dan denk je toch van, zijn daar dingen die je samen kan doen, zeg maar. En ja, Escher is natuurlijk een fantastisch kunstenaar. En geef een ontwerper de kans om iets met Escher te doen. En dan worden ze daar heel gelukkig van. Ja. En dan heb je nog, wat komt daaruit? En bij ons was het toen we die eerste schetsen zagen van het shirt. Ja, toen werden wij enorm enthousiast. Omdat degene die dat heeft ontworpen weg is gebleven van eigenlijk het echte werk van Escher. Maar hij heeft de bezieling gepakt. Dus die mooie strepen waarbij hij laat zien wat je kan doen. Dat het grafiek is, dat het geen tekeningen zijn. Die mooie veet in die mouw. Dan denk je, ja, die ontwerper heeft heel goed begrepen wat Escher was. En als je dan dat samen ziet komen op het veld vanavond. Ja, wij waren heel erg gelukkig. Ben je trots op de samenwerking? Ja. Nou, ik wil er wel op reageren, want het is ook bij het kunst, vind ik, is het ook het creëren. Weet je wel, dat die mensen, die zijn niet alleen die kunstenaar, maar die is iets aan het creëren, waardoor wij anders moeten kijken naar een schilderij. Want ik kan je een voorbeeld geven, ik ging bij de Statenlaan, naar het museum. Ja, het kunstmuseum. En dan zag ik werken. En dan kwam ik 2 weken later en dan zag ik hele andere dingen in die werken. En als iemand dan, meestal oudere mensen, want u zegt het ook, Escher is jeugdig, vind ik. Weet je, is niet oudbollig. En in het museum hangt ook heel veel moderne kunst, maar ook oudbollig. En toen zei een oudere man er tegen, hij zei, ga er maar gewoon een uur voor zitten en ga maar kijken. En die vertelde me ook waarom dat schilderij die kleur had en waarom die vrouw zo stond. En dat is met Escher ook. En Escher die pakt gewoon een jong publiek en dat is logisch, want het zet je aan het denken. Ja. En als je via Escher andere schilderijen zou kunnen gaan denken of zien, dan is het helemaal geweldig. Ja. En dan komt het ook een beetje, want misschien met die shirts die we nou hebben, dat anderen die misschien alleen tekeningetje kennen van de trap omhoog terwijl die naar beneden gaat. Ja. Maar ja, weet je wat, dat zijn van die dingen. Ja. Maar dus ook, als je de interesse kan wekken daarmee, en dat is hetzelfde ook weer met voetballen. Als je de mensen geïnteresseerd voor het voetbal maakt, zoals kleine kinderen op de kidstribune, en we winnen en jullie staan voor dat vak na de wedstrijd, dan maak je die enthousiast en die willen de volgende keer ook naartoe. En dat is met kunst ook. Nou, tenminste, mooi. Is mijn beleving, hè. Marcel, dat is denk ik uit jouw hart gegrepen. Ja, echt fantastisch om dat te horen. En ik kan je echt alleen maar gelijk geven. Het is inderdaad, de kunst laat je anders kijken. En zeker met Escher. Ook van het leuke met kunst is, er mag ook kunst zijn die je niet leuk vindt. Ja, precies. Alleen het verschil met Escher is dat op het moment, er gebeurt iets bijzonders, zeg maar. Je hebt kunstenaars, je kijkt, je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Als je naar Escher kijkt, zit er nog een momentum tussen. Je kijkt en je denkt, huh? Hoe kan dat? Hoe kan? Ja, precies. Ja. Die munt, die dynamiek, die interactie met iets wat op papier staat, ja, dat is gewoon fijn. En dat, dat zet je aan het denken, dat laat je anders kijken. Dus leuk. Dus maar kunst en voetbal is dus weer niet zo ver vandaan. Want als hun iets goed doen, weet je wel, creëren ze ook wat. En dat denk je ook. Zoals vandaag waren er weer 2 keer aan de zijkant, aan de andere kant. Twee met z'n drieën lossen ze dat op. En dan denk ik, ja, zo. Dus het lijkt wel wiskunde. Weet je wel hoe het dan creativiteit, loopt? Creativiteit, het creëren. Ja, het voel je dat ook zo, Jort? Dat je eigenlijk een soort kunstenaar bent? Een creatieve link? Nee, ja. Er zijn wel spelers waar ik dat wel heb, ja. Maar dat, ja, het is wel hetgene wat wel raakvlakken heeft, is wel het creativiteit. Het anders denken dan iemand anders. Hè. Dat is misschien ook wel wat de profvoetballer maakt. En op de verkeerde voet zetten. Ja, verkeerde been zetten. Je hebt voetballers, die kunnen ook heel goed voetballen. En die missen dan iets. En dat is misschien wel een beetje dat creativiteit. Dat net iets anders denken wat zorgt dat je op een iets hoger niveau kan acteren. En ja, wat dat betreft zie ik daarin dan wel mooie raakvlakken met kunst, waarin er ook net iets anders gedacht wordt. Ja, ja leuk. Iets anders, een andere dwarsdoorsnee. Maar zo jij zei net ook al van, nou, ADO is natuurlijk heel actief in de maatschappij, in allerlei wijken in Den Haag. Dat is denk ik een hele belangrijke rol. Escher doet dat ook, zeg jij. Hè? Die probeert ook naar de kinderen waarschijnlijk in alle wijken in Den Haag toe te gaan. Is dat voor jou ook nog iets in die samenwerking met ADO dat
Dit is natuurlijk een plek hier in dit stadion waar eigenlijk iedereen uit Den Haag samenkomt. Hè. Er zijn niet zo heel veel plekken waar je zou kunnen zeggen, hè, het zand en het veen, ja, de Hagenaar en de Hagenees, ja. Ja. Die hier samenkomen, zeg maar. Is dat ook nog iets wat voor jou meespeelt in die samenwerking met ADO? En omdat het jou misschien ook vanuit het Escher ook aanspreekt, want jullie willen waarschijnlijk ook niet alleen op leeftijden verschillende groepen hebben, maar misschien ook wel al die soorten Hagenezen die in die stad wonen. Zeker. En ook in de breedte, wat ik heel belangrijk ben. Ik ben ook voorzitter van de stichting Museumkwartier. En dat wordt van oudsher natuurlijk gewoon gezien als een heel chic gebied. Ja. Terwijl wij, zeg maar, van alle culturele instellingen die daar zitten, het is echt een gebied gewoon van ons allemaal, zeg maar. De geschiedenis die daar is gemaakt, het is een prachtig stukje Den Haag waar we met z'n allen trots op moeten zijn. Mesdag zit er onder. Mesdag, ja. Ja, precies. Je hebt natuurlijk het Mauritshuis, de Koninklijke Schouwburg zit daar, wij zitten daar, de theaters, noem maar op, de grotere en de kleinere musea. We zijn met z'n 12 bij elkaar. En om je een idee te geven, een van de dingen die we hebben georganiseerd was de vredesmaaltijd. 2 jaar geleden voor het eerst. En het is gelukt om gewoon mensen uit alle wijken, zeg maar, aan een prachtige lange tafel op het voorhout te laten eten. En op een gegeven moment raakte ik in gesprek met de twee dames en hoe ze het vonden. Ze vonden het fantastisch. En volgens zei ik ook, komt u hier vaker? En ja, ik krijg daar kippenvel nog steeds als ik dit vertel. Ik zei van, bent u hier vaker? En ze zeggen, dit is niet voor ons soort mensen. Nou, dat komt zo heftig bij ons binnen. Dat, weet je, Den Haag is voor ons allen. Het maakt niet uit welk gebied je komt. We hebben allemaal een mooi verhaal te vertellen. Of je nou van het zand komt of van het veen. Ga met elkaar in dialoog en ontdek het moois aan elkaar. En dat is heel erg wat we in dit gebied proberen te creëren. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk dat we gewoon met ADO ook kunnen kijken van ja, wat kunnen we doen? We zijn samen in de wijken bezig. Ik heb net gesproken met een van de mensen hier die ook een fantastisch, die mij heeft verteld dat jullie een heel mooi project hier doen in het stadion voor mensen die blind zijn. Ja. Wij hebben ook een heel mooi project gedaan voor mensen die blind zijn. Dus er gebeurt heel veel moois. En als je dan hoort van elkaar, hey, jullie doen het ook. Nou, laten we toch eens om tafel zitten met een glaasje wijn of een biertje bij ons te kijken van, hey, kunnen we die samenwerking versterken? Geweldig initiatief. Ik ben daar zelf heel blij mee dat die verschillende kanten van Den Haag dan zo samenkomen, zeg maar, en elkaar versterken. Ik denk dat schitterend is om die club ook weer een stukje verder te brengen. Maar ik roep het hoe lang al, mijn hele leven. Ja. We zijn één ADO, we zijn één Den Haag. Precies, ja. En als je dat, als je eraan kan meehelpen doordat hij door de microfoon praat en ik en jij precies omroept wie er gescoord hebt, ja. Weet je, dan zijn we toch allemaal blij. En hun hebben mooie een mesdag, vind ik ook waanzinnig. Maar ik bedoel, ik ben er blij mee, maat. Ja, ik zit al te kijken of ik, want die shirts die zijn uitverkocht. Ja. En volgens mij zijn er maar 750. Ja. Wat zeg je, Jort? Oh nee, dat is goed. Dan heb ik die van jou wel mee. Je mocht hem niet weggeven, maar je hebt hem bij je. Je schijnt er eentje kwijt te zijn. Ja, dat kan gebeuren. Nou, dan neem ik die van Assante wel. Dat cijfertje ging eraf. Ja, het nummertje die is al. Ja, dus geef je die mij. Ja. Jort, jij bent net nieuw bij de club. Tenminste, een paar maanden nu, hè, ja. Inmiddels. Wat wij net zo met elkaar bespreken, hè, dus die club die leeft, Den Haag is divers, we proberen dat allemaal verder te brengen. Is dat ook iets wat jou opvalt in Den Haag? Of hoe is jouw landing hier geweest? De landing hier bij de club, kijk, je kent de verhalen natuurlijk ook van de jaren hiervoor en zo, dat het een beetje een chaos was, maar ja, voor mij is wel ADO, ja, dat hoort ook wel echt bij Den Haag. En ik moet wel zeggen, ik was denk ik een week of 3 geleden was ik met mijn vriendin in Den Haag. Want ja, je moet dan toch wel een beetje de stad leren kennen. En ja. Denk, ja, het is wel echt. Ja, het heeft wel een beetje trekjes van dat het een wereldstad is. Hè. Je hebt wel het politiek centrum zit in Den Haag. En je hebt inderdaad het Mauritshuis zitten. En dus Den Haag is wel een hele bijzondere stad. Alleen wat ik dan inderdaad niet zo heb, dat ik denk, oh, die club is er heel erg in verweven. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk heel weinig in de stad. En echt, als je echt in het stadscentrum bent, van oh, hier zit ook ADO Den Haag. Nee, want dan zie je wel Ajax en Feyenoord handel in die winkels. Ja, maar bijvoorbeeld dat. Maar ook dat je merkt dat er graffiti. Kijk, en natuurlijk weer dat niet in de stad hebben. Nee, niet dat in één keer de hele stad voor gespoten wordt. Oh, maar ik heb wel een keer een rondje op de scooter met je maken. Dan kan ik de graffiti laten zien die er wel zijn. Ja, maar hoor. Wat ik zo dan in het stadscentrum zie, denk ik, oh, het is niet echt zo dat ik denk van oh, hier is ook ADO Den Haag. Terwijl als je in Rotterdam bent, dan zie je echt heel veel Feyenoord ook. En ja, dat zijn wel dingen dat ik denk, oh ja, dat is wel iets wat. Wat zich nog
kan ontwikkelen. Wat verder kan ontwikkelen. Als jij gewoon zo doorgaat zoals je nou bezig bent. Want ik zie wel dit seizoen alweer meer kinderen en meer mensen met ADO-shirtjes buiten lopen. Ik zie vakantiefoto's waar ze trots dat andere uitshirt dragen, weet je wel. Dus ik denk dat het wel weer in de lid. Kijk, Maarten, je weet het zelf, bij voetballen, als je presteert en het gaat goed, dan is het iedereen zijn club. En als het bout gaat, dan is het alleen mijn club, weet je wel. Dus ja. Ja, ik denk ook wel dat jaar dat we natuurlijk bijna promoveerden, toen merkte je wel dat het ongelooflijk leeft in al die wijken. Maar dat is misschien net even, dan moet dat vonkje overgaan. En dan zit het er wel, alleen het zakt misschien ook weer hard in op het moment dat het dan weer een tijdje fout gaat. Ik wil niet nadelig over ons publiek praten, maar dat is wel zo. Ja. Iedereen wil erbij zijn als het goed gaat. En ik heb je wel eens verteld, vroeger in het Zuiderpark zaten we met 200 man. Zaten we daar echt voor een wedstrijd en met 200 man in de regen, in de kou, dicht bij elkaar zitten omdat het koud was. Maar als je nou de mens hoort, iedereen is bij die wedstrijd geweest. Oh, ja. Iedereen. Ja, echt. Ja. Maar er was echt maar 200 man. Ja, ja. Maar iedereen die ik spreek, weet je nog die tijd met die 200, daar was ik ook bij. Ja, dus we moeten eigenlijk gewoon eens langere tijd goed in die eredivisie spelen. Ja. Dan zit het hier ook gewoon vol. Nou, met die eredivisie, maat, ik had nooit meer gedacht dat we eruit gingen. Nee. Dat ging dat, een paar jaar goed. Ja. Een beetje middenmoot en weet je wel, geen paniek. Nee. Dus, maar ik weet nog, Martin Jol, die zegt op een gegeven moment, toen stonden we nog op het strompad. En die zegt, ja, maar wat is er nou zo verkeerd? Toen speelden we nog eer, hè? Maar toen zat het wel erin dat we konden gaan. Toen zegt hij, wat is er nou zo erg om in die KKD te spelen? Hij zegt, ga je weer leuke wedstrijden zien? Ga je weer winnen? Ja, je bent vertiefd, want je wil het hoogste met je club. Maar ik moet zeggen, ik heb nu meer plezier dan dat ik de afgelopen jaar in de ere, weet je, de laatste jaar. Ja, dat je onderin dat. En de afgelopen jaren, spanning. Behalve dan die ene periode die we pakken in het begin, daardoor gingen we goed. Ja. Die is wel heel leuk, die overwinningen zo, hè? En naar boven kruipen. Deze is ook zo lekker, maat. Die is zo belangrijk. En de rest, want jij bent een beetje bekeken toch, wie er verloren had. Ja, klopt. Ja, ik ook even naar Joort. Kijk, Groningen heeft natuurlijk verloren. Hè? Cambuur heeft verloren, De Graafschap heeft verloren, VVV heeft verloren. Ja. Emmen en Roda gewonnen, waardoor ADO nu gedeeld tweede staat. En Roda nog met 4 puntjes ervoor. Maar daaronder begint er nu wel een gaatje te vallen. Hè? Alleen, het is zo lastig altijd in die beginfase van zo'n competitie, dan zie je alles dicht bij elkaar. En dan verlies je weer een wedstrijd waarin concurrenten winnen. En dan is het gat meteen gedicht. Dus. Ja. Maar ja, het is wel zo natuurlijk dat je in eerste instantie, vind ik, dan moet je eigenlijk altijd kijken naar die play-offs plekken. Kijk, dat halen is het minimale. Dat is hetgeen. Ja, dat geeft altijd hoop voor die promotie. En ja, als je daar natuurlijk kijkt, dan zie je wel dat er een gaatje zit. En dat er iets is wat ook een gaatje moet blijven in ieder geval. Of een gat moet worden. En dan is het natuurlijk altijd naar die bovenste plekken kijken. En dat is ook wel het gevaar inderdaad als je in die beginfase daar terechtkomt. Dat de verwachtingen omhoog gaan en dat iedereen denkt zo. Heb je in één keer wat te verliezen eigenlijk. Ja, zit promotie erin? Zit promotie erin? Ik, ja, ja. Kijk, het zit er altijd in. En daar speel je toch voor? Je ja, kijk, toch? In principe is het heel simpel. Je speelt elke wedstrijd om te winnen. Ja. En als dat dan elke wedstrijd ook lukt, wat je wil, dan word je kampioen. Juist. Maar ja, zo, nee, als je een beetje op lange termijn moet kijken, dan nee, je dan kan ook niet verwachten van met een hele nieuw team eigenlijk. Want er zitten er 1 of 2 van vorig jaar in. Kan je ook niet verwachten dat het in één keer geoliede machine is. Maar toevallig, ik zat op de tribune en Frans zegt tegen me, hij zei, Bert, je gaat wel de trainingen terugzien, hè, daarin. Dus met andere woorden, die oefenstof die jullie krijgen, zoals die aanvallen, weet je wel, met de verdedigers en afwerken op het kool. Ja, dat zie je automatisme ontstaan. Dat zie je nu, want ze gaan elkaar beter vinden. Dat zie je allemaal terug. Dus ik ga geen uitspraken doen. Ah, ik was nog wel ziek dat er nog niet eentje bij was gekomen. Want ik had 3-1 gezegd. Oh ja, altijd. Hè? Dat is 3-1 standaard 3-1. 3-1 of 1-3. Dus. Well, Jort, hoe, als jij nu het team toch zou moeten omschrijven. Zeg, waar staan we nu? Hoe, je bent begonnen ooit bij Den Bosch. Hè? Heb je lang in het eerste gespeeld. Toen ben je naar NAC gegaan. Eindhoven tussendoor. Ja, een paar seizoenen. Veel gescoord. Vorig jaar NAC.
Daar heb je 13 doelpunten, 10 assists gegeven. Eigenlijk een heel goed seizoen. Ja. Ik heb een voetbalmaatje van mij met wie ik altijd speel. Die kon eigenlijk niet geloven dat jij vertrok bij NAC. Die baalde daarvan. Ik zei van nou, mooi dat hij naar ons komt. Hoe kijk jij op dit moment naar het team? Waar vind je dat het, wat het staat? Wat valt je op? Ja, wat me wel opvalt, dat wij best wel een ploeg hebben die, ja, die ook wel heel volwassen speelt. Ja. En ook al heb je wat jonge gasten ook. Maar ook als ik vandaag bijvoorbeeld het centrale duo Matteo en Tyrese. Ik denk, ja, dat zijn alle twee niet hele ervaren gasten. Matteo al wat meer dan Tyrese. En toen dacht ik, ja, hoe weinig die weggeven. Hoe volwassen die eigenlijk staan te spelen. En dat zijn wel dingen waarin je als ploeg op kan bouwen. Hè? Dat je weet, oké, okay, dat er vanuit achter iets staat. Waar we weten, oké, ja, we gaan niet heel veel tegengoals krijgen. En dat is ook wel lekker als je dat als aanvaller weet. Als aanvallende speler. Van, nou, we kunnen best wel wat risico nemen. En we kunnen best wel creatieve dingen doen. Aangezien je weet, van achterin staat het goed. En dat is wel iets wat ik denk van, nou, die organisatie, daar hebben wij voor een team wat, ja, eigenlijk nog niet op elkaar ingespeeld zou moeten of hoeven zijn. Ja, dat staat wel heel goed. En dat is wel iets dat ik denk van, oké, dat heb ik nog niet zo gezien vaak. Dat het op zo'n korte termijn op zo'n manier staat al. Ja. En natuurlijk is het vroeg in het seizoen en kan je best wel wat wedstrijden hebben waarin je denkt van, dit gaat niet goed. Het staat niet goed. We lossen het niet goed op. Alleen, ja, als je het zo vanaf het begin bekijkt, dan is dat wel iets positiefs. Ja, je hebt goede mix is het. Goede mix. Een goede mix met ervaring en dat is een elftal. Merk je het op de training ook? Dat het goed door elkaar is, ook corrigeren? Ja, want ze zijn fanatiek hoor. Want als hij of Veerman een rijtje mist, weet je wel, of niet goed aangespeeld wordt, dan zijn ze boos hoor. Oh, ja, dan hoor je het wel. Ja. Maar dat moet ook, ja. Want je moet finijn hebben. Je moet het meeste. Ik bedoel, als hij loopt op een bal en hij krijgt daar die bal niet, dan is dat verschrikkelijk frustrerend. Dat is irritant. En dan heb je 2-3 keer gelopen, dan loop je niet meer, want je gaat toch die bal verkeerd geven. En dat zie ik nu steeds. Ik zie af en toe goals dat ik denk bij mijn eigen, hoe kan het? Ze gaan ook wel eens over het dak heen hoor, dat ze bij de buren in de straat liggen, maar... Nee, je ziet mooie dingen. Ja, echt. Het is de trainingen is voor ons leuker. Ja. Weet je wel, want ik vind er gereed aan als hun de hele tijd met een piepertje de heen en weer moeten rennen. Maar dat vinden wij ook niet leuk. Nee, dat begrijp ik hoor. Want dan ben je kapot. Hè? Want in het begin, de eerste keer dat ze heen en weer gaan, denk ik, dat loop ik nog wel mee. En die tweede keer gaan ook, maar die pongetjes, dat gaat steeds sneller. Vrij snel. Schoppen schennen, maat. Ja. Dus dan zijn ze wel geslapen. Maar dat is niet leuk om te zien. En zoals ze nu, ze doen warming up. En dan is het verdedigers tegen de dingen. En weet je, of ze spelen. Dat is ook wel leuk, want daar kun je al zien dat het een leuk team is. Vier partijen, of vier elftallen, weet je, van zes of zo. Ja. En dan moeten ze eerst starten met vier en dan... Twee erbij, weet je wel, en dan tegen elkaar, onder elkaar. En dan wie er gewonnen heeft, die zijn dan de Kings. Ja, ik denk dat het belangrijkste is bij een elftal, dat je ook buiten het professionele vlak... met elkaar, dat een team is. Ja, en dat er een plezier ook is, weet je wel. Die ken niet altijd maar die boog gespannen. Dan moet ook af en toe hetzelfde dingetje doen, maar met plezier. Ja. Weet je wel, leuke dingen. Voor mij op het voetvolley of wat dan ook, maar af en toe wat anders... Dat het geen sleur wordt. Heb je dat gevoel al, Jort, dat het een team is? Dat je ook, vaak zijn toch die teams die op een gegeven moment succesvol zijn, hebben ook iets van een klik met elkaar, hè? Ja, ik moet zeggen dat wel ook goed. Zo is, hoor. Want jullie komen overal vandaan. Ja, dat wel. Maar er zijn ook wel veel gasten die je ook via kent. Kijk, bijvoorbeeld Matteo heb ik echt al jaren tegen gespeeld. En ook in persoonlijke duels. Dus dan spreek je elkaar toch wel bij een ingooitje een keer. Ja, ja. En net als Henk en Daryl. Ja, Daryl heeft met wat gasten gespeeld waarmee ik gevoetbald heb. En Henk is een Volendammer. En ik had met Alex Plat gevoetbald vorig seizoen. Ja, dus dan komt dat ook dichtbij. Hè? Maar in principe ken je elkaar dan al wel een beetje. En ik had ook wel heel snel toen ik hier kwam van... ze zijn gewoon bekende gezichten. En er zijn gewoon gasten waarmee het eigenlijk wel heel snel klikt. En
En dan merk je al wel van, hey, dat de sfeer goed is. Dat als je ergens nieuw komt, zelfs al is bijna iedereen nieuw, dan merk je wel van, oh, dit, je komt goed in een groep binnen. En dat is vaak wel een teken dat het onderling ook wel gewoon goed is. Ben je wel eens ergens bij een club gekomen dat er iemand speelde die je echt totaal niet moest, omdat je daar wel eens tegen gespeeld had en dat die vervelend was of ik noem maar wat? Of heb je dat nooit? Ben je heel makkelijk van morgen een nieuwe dag? Ik ben wel heel makkelijk hoor. Ik kan wel ruzie maken met iemand op een training. En niet eens morgen, maar dan 5 minuten later, ja. dan is het alweer goed. En ik denk ook dat de manier is hoe je met elkaar werkt. Kijk, af en toe dan heb je wel eens een schelpartijtje op de training. En af en toe, als het niet zo lekker zit, bij beide bijvoorbeeld in het veld op een training. En je alle twee in de frustratie zit, ja, dat komt er wel eens uit. Ja, als je daar nog een half jaar later last van hebt, dan denk ik dat je alle twee niet geschikt bent voor werken in een team eigenlijk, ja, hè? Los van profvoetbal. Want je kan nooit je team kiezen, je komt altijd bij een club en dan is het maar hopen. Ja, er zijn een paar spelers die dat kunnen, maar helaas was ik dat niet. Nee. Hey, de defensie is op orde, zeg je. We gaan het niet over plek 2 hebben voorlopig. Nee. Wat zijn nog punten waarvan je zegt, daar kunnen we nog wel iets in groeien de komende... Meer creëren. Meer creëren, ja, misschien. Ja, ja. Hoe kijk je ernaar? Ja, ook, ik denk ook vandaag, als je dat ziet, zij spelen wel heel compact. En dat was ook tegen Telstar, creëerden wel wat meer. Maar bijvoorbeeld ook tegen een Eindhoven, waarin we op een gegeven moment wel heel dominant zijn aan de bal. En heel veel de bal hebben. Alleen dat nog niet helemaal resulteert in veel kansen. En ik denk dat dat wel iets is waarin we ons kunnen ontwikkelen. Kijk, op het moment dat je weet dat het goed staat en dat je dominant aan de bal kan zijn en de dominante ploeg bent, ja, dan dat moet resulteren in kansen, nou ja, in doelpunten, maar eerst in kansen natuurlijk. En dat is inderdaad iets van, ja, je zegt het al, het creëren van mogelijkheden. Ik denk als we dat ook nog gaan ontwikkelen, dat je wel een geoliede machine kan worden. Ja, dat vond ik ook zo mooi. De trainer zei, we hadden hier gewonnen, we hadden 4 doelpunten gemaakt uit dode spelmomenten. Ja, dat is jouw debuutwedstrijd. Ja. En dus wij tegen de trainer de eerste dag van de training, ja, gefeliciteerd hè maat, goede overwinning. Ja jongens, blij met die punten, maar niks gecreëerd. In ieder geval heel weinig, zegt hij. Oh, ja. Hij zei, dus dat moet beter. Ja. Want als we ook nog goede dingen gaan creëren en de dode spelmomenten erbij, dan komt het goed. Ja. Volgens mij zijn alle ingrediënten aanwezig voor een heel mooi seizoen. Jij gaat nu eerst vliegen richting Bonaire. Ja. Een mooi jaar gaat het in ieder geval ook worden voor Escher. Want jullie bestaan dit jaar 125 jaar. Of tenminste jullie, maar Escher, hè, de geboortejaar van Escher. Precies. Hoe ziet jullie jaar er verder uit? Staan er nog bijzondere dingen op het programma? Ja, er zijn heel veel mooie dingen al gebeurd, zeg maar. En het lijkt wel alsof deze laatste 3 maanden dat er nog veel meer staat te gebeuren. Er zijn nu ook in het museumkwartier de MC Escher Games. Dus er zijn 2 hele mooie panden ingericht met de hedendaagse kunstenaars die zulke leuke dingen hebben gemaakt dat je ermee op de foto wil. Dus ik noem het geen selfie museum, maar het is wel echt selfiewaardige dingen. Ja, dat is ook gewoon voor jonge mensen gewoon superleuk om dat af te gaan, om dat te gaan zien. En zo zijn er echt nog wel een aantal zaken die gebeuren. Nou, mooi. En de samenwerking ADO-Escher, dat is er één om blijvend te laten zijn, denk ik. Hè? Nou, ik vind ook, ja, precies. Ook dat is hetzelfde alsof je in het team voetbalt, zeg maar. Als je een bepaalde chemie voelt, ja, dan moet je die gewoon ontdekken. En dan moet je daar het beste uit halen waar je het uit halen kan. Dus. Ja, waar kunnen de mensen, want ja, we zijn allemaal Haagenees, maar jij hebt het over het Escher Paleis. Waar kunnen de mensen dat vinden? Zit dat ook in de Zeestraat? Het zit op het Lange Voorhout. Okay. Het is het voormalige, ook zo'n stukje Nederlands geschiedenis, hier in Haag. Het is het voormalige winterpaleis van koninginmoeder Emma. Oké. En daarom heet het het paleis? Precies, dat is het deel van het paleis. Okay. Ja. Naast de Zenders, schuin naast Hotel de Zenders. Ja, ik loop wel eens op het Voorhout, want dat is ook mooi van het Voorhout. Daar heb je ook altijd die beeldende kunst. Ja, he? Precies. En daar staan af en toe dingen bij dat ik 2 jaar terug, volgens mij, stond er een vierkante... Ja, echt groot, van misschien wel 2x2, een kubus. En die was, zeg maar, zo leek het, van het dak gevallen. Dus er zaten echt kreukels in. Maar het was zo dik. Hoe kun je dat vouwen, weet je wel? Dus daar heb ik weer echt... Nou, zeker een week ben ik elke avond even gaan kijken, speciaal naar die, van hoe hebben ze dat geflikt. Dus ze zitten ook echt in een... Ja, ik wil altijd
vroeger kreeg ik speelgoed, je zit te lachen. Maar vroeger kreeg ik als kind speelgoed. En toen zei mijn vader altijd, is het weer kapot? Moest je de ingewanden weer zien? Ik wilde altijd weten hoe het werkte. En dat wil ik dan ook weten met, hoe heeft die kunstenaar dat gemaakt? Dat massieve ijzer, wat, hoe heeft hij dat in die deuk gekregen? Alsof het lijkt dat hij gevallen is. Ja. Van roestvrij staal, weet je wel. En dat, maar dus hun zitten echt in een ik wist het echt niet, hè? Ja. Ik dacht echt, omdat de mesdag die zit in de Zeestraat, toch? Ja, ja, ja. Ja, ik dacht dat ik begreep uit je verhaal met de Wiets dat het hetzelfde pand was, maar dat is dus niet zo. Het paleis zit gewoon in de oude Wilhelmina paleis. Ja, okay. Precies. Dus jij gaat binnenkort een keer een bezoekje brengen, of niet? Nou, ik zeker, want ik ben wel een liefhebber, hoor. Ik heb ook volgens mij van de Vriendenloterij of de Postcode Loterij, maar daar heb ik zo'n pas. Oh ja, nou ja. Ik kijk naar heel veel museums. Het is niet bij ons geldig. Oh, museumjaarkaart ook niet. Nee, ja, hij is niet bij hun geldig. Nee. Maar je gaat wel een keer langs, toch, binnenkort? Heb ik een shirt ermee. Wow. Ja, leuk. Hey, we gaan er een eind aan maken. Onze internationals, die gaan allemaal op reis. Jort, een hele goede reis. Ja, dankjewel. Marcel, fijn dat je er was. En een hele bijzondere shirt wat hier naast ons staat ook. Veel nog plezier in het jubileumjaar voor dank jullie. Dankjewel. En Alberto, 20 oktober Emma uit. Ben je erbij? Ja. Ja, autocombi. Wij zien elkaar op 27 oktober weer thuis hier tegen VVV. Ook een mooie pot wordt dat. Heel goed weekend. Laters.